Ik heb een oproep gekregen voor een griepprik. Ik ga hier nu in de huisartsenpraktijk die prik halen. En ik kan me voorstellen, we leven in coronatijd, dat er heel veel vragen leven hoe dat dan gaat. En dat hoop ik van de huisarts te horen. Komt u verder? Dankjewel. En de plaats. Ja. Welkom. Dankjewel. U komt voor de griepprik. Ja. Ja. Had u nog vragen voordat ik de griepprik ga geven? Ja, is die griepprik nu in coronatijd extra belangrijk? Ja, de griepprik is altijd belangrijk, want het voorkomt dat u griep krijgt of als u toch griep krijgt, dat de klachten milder verlopen. En u kunt zich voorstellen als u griep en corona krijgt, dat u dan heel ernstig ziek kunt ja. worden. Ja. Dus het is zeker extra belangrijk in deze tijd om een griepprik te nemen. Ja. Maar gaat het nu anders dan vorig jaar? Ja, het gaat zeker anders dan vorig jaar, want we hebben nu natuurlijk met allerlei richtlijnen te maken. De 1,5 meter richtlijn geldt natuurlijk ook tijdens het vaccineren. En er zijn een aantal andere richtlijnen, zoals het dragen van een mondkapje. Niet alleen voor de zorgmedewerkers, maar ook voor de patiënten die geprikt worden, mits dat in een openbare ruimte is. Een aparte in- en uitgang moet gecreëerd worden en de patiënt wordt van achteren benaderd. Dus normaal gesproken staan wij voor de patiënt om in de arm te vaccineren en nu is dat via de achterkant. En kan iedereen gewoon komen wanneer die wil? Nee, in onze praktijk is het zo dat we in tijdsblokken oproepen en we vaccineren ook niet in de eigen praktijk, maar in de koer. Maar alle praktijken hebben bepaalde maatregelen getroffen om zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de praktijk of op de locatie te hebben. En iedere praktijk geeft dat aan in de oproepbrief die de patiënt krijgt. Nou, dan stel ik voor dat we nu de prik gaan zetten. Ja, dat is goed. Ik plaats hem in uw linkerbovenarm, dus dan mag u het jasje mag u uitdoen en de mouw wat opstropen. Oké. Okay. Zo, dan ga ik nu zoals ik net heb aangegeven achter u staan. Ja. De mouw nog iets omhoog. U doet hem nu net omhoog, maar we vinden het fijn als mensen op de vaccinatiedag de mouw omhoog hebben. Oké. Oké, daar komt de prik. Kan een klein beetje prikken of branden. Nee hoor, valt mee. Zo, dat was hem. Ja. Krijgt u nog een pleistertje van mij. Zo, ja. Dat was hem voor dit jaar. Ja. Oké. Mensen boven de 60 krijgen een griepprik. Ook mensen met een nierziekte, hartvaatziekte, diabetes en een verminderde weerstand. Zoals bijvoorbeeld een chemokuur. En mensen met longziekte. En alle mensen die in aanmerking komen krijgen een oproep van een huisarts thuis toegestuurd. In de oproep voor de griepprik staan instructies. Want dit jaar wordt het natuurlijk door de omstandigheden anders georganiseerd. Leest u van tevoren die instructies goed door, houdt u zich aan de regels, dan kan de griepprik goed georganiseerd worden.